Ik weet dat dit het beste is voor iedereen. Ik wist ook altijd dat dit moest gebeuren. Ondanks het voor mij zo vreugdevolle aspect erbij. Wie had dit kunnen denken? Is het mij nochtans zwaar te moeden. Kuiten Residence. Ingeborg, met Govert. Govert? Hoe is het nou met jou? En hoe is je moeder nu? Gisteravond is ze gestorven. Oh. Na? Hoe laat is het nu? Ja, hier is het bij 12, dus bij jou. Oh shit. 3 uur alweer. Ik heb ineens zoveel aan mijn hoofd. Ik moet nu naar de funeral parlor in Beverly Hills. Nou ja, is toch niet zo'n eind van Santa Monica, toch? Nee, maar always traffic jam om deze tijd. Ga dan maar gauw, hè. Sterkte. We bellen nog, hè? Ja. En Ingeborg, als je terug bent, kunnen we in onze bungalow. Is dan helemaal ingericht en allemaal voor elkaar. Oh, great. Daar kan je nu op. Ja? Lelijk, hè? Ja? Het wordt een heel mooi portret, hoor, maar... Weet je wat ook wel leuk is, hè? Als je nou hier zo half gaat liggen, hè? En dat ik dan, nou ja, naaktstudie, weet je wel? Thijs, ik denk dat... Oké, maak ik eerst dat portret af. Dat ik nu ga. Het is al laat, het wordt morgen een drukke dag op kantoor. Je moet nog van alles regelen. Waarom blijf je vannacht niet hier? Oké, breng ik je even naar huis, want... Thijs, ga jij nou maar lekker slapen? Let me wel. Nee, laat me nou. Wees nou verstandig. Hé, jij hebt gedronken. Een paar glaasjes wijn. Jij hebt meer gedronken. Ik kan er beter tegen. Nee? Kom je dat met me overleggen? Lieverd. Zitten dan. En ik ga niet meer terug. I've had it with America and the Americans. Goed dat je dan vandaag en niet pas morgen bent gekomen. Wat is hier aan de hand? Nee, het huis is verkocht. Komen Amerikanen in. We trekken morgen hier. Dit is mijn laatste nacht. Hier. Wat sta je nou weer dom te dubben, jongen? Gooi jongen, je toepel weg. Laat daar rotzooi achter je en begin een nieuw leven met Marjolein. Dag. Je auto staat toch achter?
rolls naar huis brengen? Marjolein! Dat je nu weer bij me terugkomt. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat, we weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak, het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Ja, jij kreeg het in jouw kop om met Jacob in België te gaan wonen. Dat is zeker geen lichtvaardig besluit geweest, Thijs, man. Nou, mijn best hoor, maar... Simon woonde al geruime tijd met Hetty in Amsterdam. Govert verkoos in te gaan op Gerardjes aanbod om samen met Ingeborg in te trekken in Gerard en Wanders bungalow hier. En ik? Jij verkocht doodleuk ons huis. Omdat ik er nou eens een keertje geen trek in had om hier in mijn eentje de boel draaiende te houden. Als jullie weer eens een keertje alle kanten opvliegen. En ik maar moet wachten tot het jullie uitkomt om met hangende pootjes terug te keren, weet je wel. Thijs. In plaats van dat jullie nou blij zijn dat ik zo handig was die Amerikaanse familie er een mooie prijs voor te laten betalen. De man bijna 250.000 ballen. Dat hadden we nooit gehad als jij het via Henk Born voor een kutprijs aan die zwindelaar van een masterboek had verkocht. Wat is dat voor taal? Hè? En laten we alsjeblieft ons laatste gezamenlijke ontbijt hier... Dat is niet waar. Waar is Simon dan? Ik weet nu dat jij het allerbelangrijkste voor me bent, Govert. Boven alles wil ik jou. Maar wil je mij nog? Hé, hey, als jij eerst wil douchen... Als jij nog even aan het bespiegelen bent. Goedemorgen, Marjolein. Ja, ik ben gisteravond laat teruggekomen uit States, dus... Welkom. Feel at home. Dat kan nog vanmorgen hier, hè? Weet je, ga gerust je gang. Ga ik beneden even kijken hoe het er daarvoor staat. Er wordt gebeld. Hallo, Gerard. Hè? Ik doe wel even open. Moet ik toch weg. Thijs, zien we jou vanmiddag nog als Jacob komt? En gaat Marjolein met jou en Gerard mee naar Meppel en zien we jou vanmiddag nog? Ik denk dat om Gerard maar alleen moet gaan. Jij hebt nu even, of is het voortaan weer, je handen vol aan je spijt op tante Marjoleintje? Hé, oh ja, dag, Wanda. Thijsje? Nou, je het zegt, dat zou ik best wel eens kunnen zijn. Maar dan is het ondertussen wel Thijs geworden. Ja, je let even niet op. Ze zijn groot geworden, hè, de kleintjes. Mag ik even binnenkomen? Wat denk jij? Zouden ze dat hier goed vinden? Manda, waar kom jij zo ineens uit de lucht opduiken? Hebben jullie enig idee waar Gerard kan zijn? Nou, waar die nou precies op dit moment uithangt, dat moet je mij niet vragen. Maar hou hem zelf in de gaten, weet je wel. Als je dat zo interessant vindt, moeten wij soms op hem letten. Als jij je handen vol hebt aan je avontuurtjes met Bob Waanders op Singapore. Zeg geen donder op! Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, weet je wel. Hé, wat ga je doen? Mama, wacht nou. Hé, doe nou niet meteen zo op je pik getrapt. Ik bedoel... Kan mij het ook verrotten? Ga Willeke verrassen. Was dat om Gera? Nee. Dat was Wanda. Ach, lul toch niet altijd zo, man.
naar Govert. Kom je voor Gerardje? Ik probeer al, ik weet niet hoe lang, contact met hem te krijgen. Ga zitten. Bobby Waanders begon je toch weer de keel uit te hangen. Je dacht, kom, Gerard, maar weer eens proberen. Ja, als je even geduld hebt, ik zit hier ook op hem te wachten. Wij moeten op werkbezoek in Meppel. Is Gerard weer hier? Nee, maar hij komt wel zo, zeg ik toch? Hij was totaal ontredderd, Wanda. Nadat jij hem in Singapore de bons gaf en je weer met Bob inliet. Ik geloof niet dat het nu zo verstandig is om nu weer contact met hem te zoeken. Ik hem voor Bob in Singapore in de steek gelaten? Hij heeft mij daar laten barsten. Wat heeft hij hier jullie proberen wijs te maken? We gingen passagieren. Passagieren in Singapore. We komen Bob tegen. Die heeft problemen met de politie. Ik ben met hem meegegaan. Jullie doken saampjes het Raffles Hotel in. Om te voorkomen dat hij werd gearresteerd. En ondertussen neemt Gerard de benen. Overal heb ik hem gezocht. Hoor eens, Wanda. Hij bleek ook niet op onze boot terug te zijn gekomen. Ik heb dat hele cruiseschip uitgekampt en op een gegeven moment begonnen we weer te varen. Dus ik ben zonder hem vertrokken. Je had toch... Ik had toch niet in die haven van Singapore die boot aan een ketting kunnen laten leggen tot het Gerard beliefde weer op de dagen zeker. Ik moet naar Leo. Verdoofd van verdriet heb ik de rest van wat onze romantische wereldreis had zullen worden in mijn eentje in onze hut uitgezeten. Overal vandaan heb ik gebeld naar huis omdat ik dacht dat hij daar misschien naartoe terug was. Maar onze telefoon bleek afgesneden. Ik kom er dus net vandaan. Onze bungalow ziet er onbewoond uit en is helemaal verbouwd. Ja, Ingeborg en ik gaan daar nu dus wonen. Och, waar heb ik dit aan verdiend? We waren toch gelukkig. Gerenbeer en ik hadden afgesproken na alles wat we met elkaar hadden meegemaakt. We toch bij elkaar hoorden. We hadden plannen gemaakt. Ik zou de organisatorische kant van zijn productontwikkelingsbedrijf op me nemen. Ik had een prachtige juridische constructie uitgekiend. En nou laat hij me doodvallen. Gerenbeer, waarom doe je me dit aan? Wanda? Gerenbeer. Ik woon tegenwoordig in Diemen. Hey, hou je nog van me? In Diemen? Oh, gewoon. Even niet nu, Simon, alsjeblieft. Man, als Gerard zich nou weer laat inpakken door die Wanda, wat? Niets moeten wij dan. Laat ze er samen maar uitkomen. Natuurlijk, maar... Oh, dat jij dan wel eens niet meer met Ingeborg terecht zou kunnen in zijn bungalow. Maar als jij je nou weer laat inpakken door Marjolein, wat... Niets moet jij dan. Laat mij en Ingeborg en Marjolein dan nog maar samen zelf lekker uitkomen. Ja, man, zorg nou gewoon zelf dat jij met Jacob gelukkig wordt in België. Naar Diemen, vingerkop. Goedemorgen, Nel. Gea Houtwinkel? Nee, hè. Ja, hoor. Ik weet niet wat je komt doen, maar... Kijk of er niet is ingebroken, de post ophalen. Oh, niet hier, hoor. Wees maar niet bang. Gewoon mijn Koentje. We knopen er nog een paar weken aan vast. Oh, Koen heeft het zo naar zijn zin in onze commune in Roermond. Je moet de groeten van hem hebben. En ook van Ada. Ik hoor dat jij uitwerkt naar België. Uitwijken. Ik ga er wonen. Zie je wel. Ik dacht, kom, ik wip even langs. Gea, ik heb er echt geen behoefte aan. En bovendien heb ik geen tijd. Jij wil er tussenuit knijpen. Is dat nou aardig, na alles wat we samen hebben meegemaakt? We hebben helemaal niets meegemaakt. En dat wil ik ook helemaal niet. Op de ferryboot ga je alles weer ontkennen. Maar ik moet je toch bedanken, want door jou heb ik Ada leren kennen. En Koen. Je moet beslist onze commune eens aandoen. Heel verstandig van je om het die zoontjes van je nam uiteindelijk zelf te laten uitzoeken. Maar ook wel weer knap stom van je om dan meteen weer achter die vroegere kerel van je aan te hollen. In wafelen of all places. Nou, van der Hoed. Zal ik je eens iets zeggen? Nou, wat moet je horen? Laat me met rust, val me niet lastig. Goedemorgen, ik kom voor dokter Flinterman. Moet u hiernaast zijn? Ja, nee, Leo. Weet ik ook wel, maar daar is niemand thuis.
Dat komt, ik krijg hier op het ogenblik allemaal ineens ongevraagd bezoek. Koen en Aarde zitten nog in de Roermond, Evert. Gea, wat doe jij hier? Flinterman zit in Roermond, zeg je. In Roermond. Nou, ik wou even vragen, het komt mij handiger uit als je straks naar Lirivoire komt. Kan dat? Niet bij je thuis dus. Dat komt me niet zo goed uit, dat zit zo. Goed, bespaar me je uitleg nou maar. Jammer nou dat dokter Flinterman er niet is. Ja. Ik heb vanochtend ook al bot gevangen bij dokter Knallenburg. Maar ook u wil ik graag helderheid verschaffen. Want u hebt mij bij Flinterman ook al eens mogen ervaren als een storende factor. Goed, Leo. Tussen de middag dus. Is er iets met je manuscript? Hè? Ik heb het even tegen mijn moeder nu, hè. Als jullie nou allebei ons huis... Nou, zeg! Nou, hoor even. Nee. Ik moet naar de bank. En dan moet ik naar de Rivoire. Waarom dat nou weer goed voor is, moet ik lunchen. Ik krijg toch geen hap door mijn keel. Zeg nou, moeder. Ja, ik moet dan naar Bonn dan. En waar is deze man nou? En waar schoven het naartoe? En ben jij vanmiddag thuis als Jacob wat eerder mocht komen? Ik wil hier anders ook wel wachten om deze of geen op te wachten. Ach, zoeken jullie het ook allemaal zelf maar uit. Waar is mijn tas? Mijn tas. En waar is kapitein Adams? En, deze man, dat hij op zoek een bespottelijke regeling kan maken. Dat we van de ene dag op de andere... Nou, als ik te laat moet zijn, dan ben ik bij Bonn. En dan komt men hier bijeen om het testament te openen. Ja? Nogmaals mijn condolences. Mijn felicitaties, Welke. Hoe bedoelt u, laat me zitten? Ik ben blij dat hij de paap uit is. Oh, die meneer. Goed. Dag, mevrouw van Wieringen. Mag ik je een kusje geven? Heb ik altijd alles willen doen, maar nu is het echt op zijn plaats. Is dit allemaal niet wat voorbarig? Justitie heeft mijn terugtreden in goede orde ontvangen. Dus ben ik alleen nog maar waarnemend notaris. Die sollicitatieperiode duurt 3 maanden. We moeten nog maar afwachten wat de kroon beslist. Ik heb het je hier als kandidaat-notaris niet altijd even gemakkelijk gemaakt, Willeke. Nee. Maar wie mij aan kan, die mag er zijn. Ik heb mijn uitgesproken voorkeur voor jou uitgesproken. En in dit landje is er ook nog zoiets als vrouwenvoorkeursbehandeling. En in ieder geval, het komt allemaal dik voor elkaar. Kijk eens. Nieuw briefpapier. Ja, zeker. Willeke, op onze nieuwe samenwerking. Lang leven van Keppelzoden en Bonn. Hoera! Hoera! En dan maak ik nou ook maar meteen onze verloving bekend. Hoera! Mag ik nou terug zeggen, iedereen? Dan wil ik nu ook even wat zeggen. Henk en ik hebben een afspraak gemaakt. Dat ik dat allemaal nog mag meemaken. Moeder. Makkelijk zijn jullie niet van me af, hoor. Oh, wat is er dan weer? Ik wou gewoon ook eens een beetje aandacht. Hoepel de poep zat op de stoep, kom laten we vrolijk wezen. Hoepel de poep zat op de stoep, kom laten we vrolijk zijn. Hoepel de poep zat op de stoep, kom laten we vrolijk wezen. Hoepel de poep zat op de stoep, kom laten we vrolijk zijn. Hoepel de poep zat op de stoep, kom laten we vrolijk wezen. Boem-bidi-boem-bidi-boem-bidi-boem. Oh, goodness gracious me! Dokter, ben niet lekker. Ik weet niet wat ik heb gehad. Oh, goodness gracious me! Vind ik geweldig! En wat een enig idee, hè, van zo'n studentenjoch. Om zomaar al die spreekkamers binnen te dringen. Je moet er toch maar opkomen. Nee, je moet erin komen. Maar het gekke was, en dat doe ik in mijn onderzoek uitgebreid verslag van, dat
generaliserend gesproken dan, de bereidheid tot inlating met mijn voorstellen en met mijzelf als persoon parallelsgewijs toenam met mijn opgeworpen onheusheidsgraad. Zeg, en wat kan je hier nou mee worden, Evert? Tja, het is voor latere zorg. Och, dat is ook zo heerlijk, zo eerlijk. Oh, als ik het zeg, zo heerlijk, carefree. Laten we dan nu maar gaan naar Roermond, hè? Geetje, sneetje. Ik poop er gewoon om Koene Poen en Aartjes reactie hierop te krijgen. Hey, heb jij geen zin om iets mee te geven? Ik heb zo gezellig van onze commune. Gek, hè? Eerst was ik dus gewoon heel eenkennig getrouwd. Toen opeens wilde ik alleen nog maar met vrouwen. En vervolgens begon ik toch weer die mannelijke aanpak en inbreng te missen. En nu zou ik de hele mensheid wel willen omarmen. Vast heb ik bij Square. Laten we gaan, Gea. Oké. I don't push you. Maar je bent altijd welkom. Doei. Doedeledoe. Oh, geweldig. Wat zou die nou in godsnaam studeren in Nijmegen? Postdoctoraal zingeving. Hij ziet. Marjolein en ik gaan nu... naar het stadhuis, trouwen en jullie nemen 6 kinderen. Zou ik eigenlijk best allemaal wel willen. We gaan samen een ommetje maken. I need some fresh air. Ik breng haar nu even naar het Molton en... Je houdt van haar, hè? Alleen, hoe vertel ik het Ingeborg? Jacob komt mam straks ophalen. En dan... dan... is alles wat we hier gehad hebben voorbij? Hier, waar we zijn opgegroeid. Hey, zie. Ik, Nee, zeg maar niks, zie. Zeg maar niks. Nee, zeg maar niks. Mam en jij en Thijs en ik, we blijven... altijd onze familie moet, toch? Ja. Hé? Ga jij nu doen? Ga je heen? Ik ga... ik ga naar boven. Hé, Sien! Sien! Zie je straks. Of morgen. Zo. Doe voorzichtig, man. Ik heb een klein vermogen gespendeerd om die dwarse lul van een aannemingsbedrijf van Vloten zover te krijgen om bij de verbouwing van Thijs een kamer die bonte knaagkever onderdak te verschaffen. En volgens plan begint dat hele huis van der Hoed te desintegreren. En dan kom jij mij doodleuk vertellen dat dat misselijke knaapje die op eigen houtje die instortende, vermonde oude kast aan een stel halve garen Amerikaan heeft verkocht. Dat is toch eigenlijk best knap van hem? Het knaapje heeft er bijna 9 ton aan verdiend. Waarom laat Henk Borm zoiets gebeuren? Had toch mij op zijn minst kunnen waarschuwen? Wat is dit voor een samenwerking? Ja, die Willeke heeft het behandeld. Notaris Borm heeft ze toch teruggetrokken als notaris? Dat wilde jij toch zelf ook? Daarom heb ik hem in contact gebracht met dat onkoopbare gemeenteraadslid. Omdat Henk Borm niet wilde meewerken aan het uitzetten van die familie van der Hoed uit hun huis. Je snapt er ook geen ene reet van. Maar goed, ik had nu toch bijna eindelijk had ik dat huis voor een prik. Te pakken. Ik had het gesloopt. Ik had daar een winkelcentrum neergezet.
Ik ga met die Jengs praten. Nu! Die willen het toch niet kwijt? Die zijn er veel te gek mee. Dat kan je vergeten. Wees nou een beetje redelijk, oom Paul. Ja. Maar als zij merken dat de boel op instorten staat... als ze merken dat ze een kat in de zak hebben gekocht... Thijs heeft het met verborgen gebreken verkocht... maar deze hele aardige Paul Mastenbroek weet eraan. Helemaal niks verborgen gebreken. Ze wisten juist heel goed dat die bonte knaagkever daar huishoudt. Daarom willen ze het nu tot in de puntjes laten restaureren door... aannemingsbedrijf van Floten. Betaald om de zaak op te laten vreten. Nou, dan weten ze toch ook een middeltje om die beestjes eruit te krijgen. Dat is een heel nieuw systeem, is dat. Dat is uitgevonden door een loodgieter uit Weijen. Die heeft een sortiment van opwarmmethode bedacht... waarmee je die larfjes als het ware smoort. Kijk, de normale boktor en de houtworm die gaan met chemicaliën... omdat die van de buitenkant van het hout... Juist daarom wilde ik de bonte knaagkever. Want die vreet heel snel en heel erg diep! Ja, maar met de methode Weijen zijn die er dus in een paar dagen uitgestoomd. En hier is uw Provençaalse stoofpot. Oh ja, Provençaalse stoofpot, je fuck af! Ik zal dat hart te pakken krijgen! Wat er ook gebeurt, al moet ik de hele luchtmacht omkopen om de F-16 neer te laten storten! Ah, op het goede moment, Sietje. Kan je me even helpen uitserveren? Ik ben zwanger, Jaapie. Oh, ja, nou, als je daar allemaal mee kan rondlopen, kan je ook wel even een paar bordjes heen en weer. Ik kan hem alleen afscheid nemen. Leslie wil nu toch weer ineens dat de tweeling op beroepen geboren wordt. Vanavond vertrekken we. Als je voor Leslie kan vliegen, dan kan je toch wel even voor mij... Dat Engelse werkstuderende lulletje dat Leo Bussenberg me heeft aangesmeerd, dat is er ook nog niet. Hier, ik ben al, hoor. Ik versta ook al een beetje Nederlands. Oh, mijn flessenbreker. Het gaat beginnen. Niet daarheen, de keuken in. Bel een dokter. Vroedvrouw, help. Kom maar. Leo. Ah, Jamie. How nice. Have you come to see how I'm getting on? Do you manage it here? I have an appointment with Mrs. Vanderhoot. I thought I'd let her come here. And I can also enjoy your company. Leo! Jamie! Who marked who het, mevrouw van der Hoed? Is het niet om dood te knuffelen? I'm so grateful to both of you for freeing me from England and bringing me to Holland. And that I can study in Amsterdam. Isn't it too hard for you to study and work at the same time? I want and I will pay for my studies myself. Over. I'm coming. I'll let you two be alone. Hij studeert klassieke talen en Nederlandse letterkunde. Ik laat hem verder helemaal vrij, hoor. Ik ben een soort vader voor hem, een soort oudere broer. Hoef verder niks van hem. Ik geniet als hij geniet. En hij komt goed aan zijn trekken in Mokum. Het is allemaal heel fijn voor jullie. Maar heb je mijn manuscript meegebracht? Jacob komt straks uit Zwitserland en dan vertrekken we naar Waveren. Ik heb er 3 weken over gedaan om jouw ongenummerde printvelletjes op volgorde te krijgen. Je moet het nog wel even nummeren. Misschien wil Simon een andere volgorde. Hij gaat het dus voor je editen. Dat is nog een verrassing wat hij ermee van plan is. Maar dat merken we nog wel. Ik moet nu echt weg. Bedankt, hè. Voor alles. En we houden contact. Hè? DJ heeft een tweeling! En ik heb ze gehaald! Tenminste, moeder en kinderen maken het goed. Jamie, voor allemaal hier beschuit met muisjes. Beschuit met muisjes? Van Dijk. Van Dijk? Van Dijk, ja. Wie bent u? Wie wilt u spreken? Is dit niet het nummer van Marijke Vlug? Marijke Vlug heet tegenwoordig mevrouw Van Dijk. Wie bent u? Wat moet u van mevrouw? Doet er niet toe. Verkeerd verbonden. Niemand houdt van mij. Maar ja, geef toe. Waarom zou iemand ook?
Simon. Marion? Simon, ik wil je wat vertellen. Je bent gescheiden van Hugo van Cornijdenburg. Dat kwam je me 14 dagen geleden al vertellen, toen je met je moeder hier was. Ik was hier weer komen schoonmaken. Ik lag toch gewond op de bank. Ik lag dan wel voor pampers, maar dat heb ik toch nog wel kunnen registreren. Ik wilde je toen al vertellen, maar het was niet zo'n gelukkig moment. Simon, wat is er met je? Wel, ja, ga maar meteen weer bovenop hem liggen. Je ging met je moeder naar de dokter. Ben jij nou ook weer hier met je moeder? Zij zette door dat ik trouwde met Hugo. Maar voor jou heb ik het zo aangelegd dat hij me al te graag van me wou scheiden. Ik heb domweg al mijn echtelijke plichten verzaakt. Hij heeft me nooit aangeraakt. Mm-hmm. Maar ik bleek wel zwakker. Dat is toen hier gebeurd. Als jouw moeder ook maar één fractie eerder die emmer water over ons heen had gegooid, dan... Ik heb haar Lola genoemd. Vind jij dat ook een mooie naam? Zo, Simon Raspit. Ben je bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor je onverantwoordelijk gedrag? Ga nu mee, Marion. We moeten naar de GG en GD voor een hielprikje. Schiet op. Simon, het is jouw dochter. En ik ben haar moeder. En ik hou van je. Je moet zelf beslissen wat je verder met je leven wil. Waar ga je nou naartoe? Dat schaap moet een hielprik, zeg ik toch. We moeten nu gaan. Ik hoor het nog wel. Denk goed na wat je doet, Simon. Nou, wat denk je ervan? Denk je nou echt dat dat het beste is? Zou je niet liever nou eens verstandiger worden en wachten tot zich een geschiktere levenspartner aandient? Die Lola het jou ook accepteert? Dit is een ongelukje. Het hoeft toch niet te betekenen dat je verder... Lola? Ja, maar kom je nou wel? Kom je wel. Kom, jongens. Nee, jij hier, hè? Ik heb een lunch. 3 weken niet in mijn doos. Dat kan niet. Maar... In de Ardennen. Maar kost u die koek? Nee, dank je wel. Skandai, geen schimmel. Nee, Thijs. De purple gaat de pet op. Proost! Proost! Vaders lul is moeders toast! Thijsje! Zo, oude zoon van me. Ik kom je moeder halen. We gaan weer helemaal opnieuw beginnen in Wafelen. Weet je wat zo grappig is? Jacob en ik hebben elkaar ook voor het eerst ontmoet in België. In Leuven. En daar krijg ik dus een hele bijzondere leerstoel. Oh, zijn de lerenstoelen in Holland niet bijzonder genoeg of zo? Simon. Dit is dus Karin. We hebben elkaar al eerder ontmoet in die bistro, hè? Ik hoop dat jullie samen heel gelukkig worden en... Zou je goed op mijn zoontje passen? Simon, door jou heb ik alles kunnen bereiken waarvan ik droomde. Toen ik nog ongelukkig was in Nieuwegein. Jongen, ik ben dankbaar en ook trots. U bent altijd welkom hoor, in ons nieuwe huis in Amsterdam. En ik vind het ook hartstikke leuk schoondochter te zijn. Hé, maar we moeten er nu toch echt even vandoor, hè? Ja, ze moet nog een tentamen voorbereiden. Eerstejaars geofysica. Dag schatten, zo lief van jullie om nog even langs te komen om mij nog even te zien. Ik ga met Willeke een eigen ontwerpen huis laten bouwen. Met een atelier voor mij en een studeerkamer voor Willeke. Want dat is wel van pas voor haar als notaris. En ik word dus kunstenaar en huisman. Maar ik trek nu eerst eens bij Willeke in. Mag ik even de aandacht? We gaan zo straks nu met z'n allen
ons dierbare huis verlaten. We gaan met z'n allen in de rolls. We kunnen ook eerst een hapje gaan eten in Royal. Ik breng mam en Jacob eerst naar Schiphol. Jij wil zeker meteen naar Willeke? Ik ga met de rolls. Nee, ik ga met de rolls. Ik heb toch de sleuteltjes? Dan ga ik met... Heb jij de sleuteltjes? Hoe moet ik dan anders de rest van de spullen? Moet ik toch de... Ik moet het toch van me ophalen. Jongen, Fred zou toch nog langskomen met een bestelbusje? Goed, waar is Fred dan? Ja, nou, waar is Fred dan? Waar is jij dan? Toch... Waar is hij dan? Ja, ga je gang. Waar is hij dan? Mam, zeg wat voor mam. Kom op, Hé, meisje. Sintje. Ja? Waar ga jij nou naartoe? Wat is het allemaal vlug gegaan ineens toch nog, hè? Ik vind wel iets in Amsterdam of zo. Je kunt voorlopig ook wel bij ons in Waver komen logeren, hoor. Zijn we na jaren weer met z'n drietjes? Moeder, ik ben geen kind meer. Ik. Jij blijft altijd ons kind, Sintje. Je was 5 toen Jacob ons verliet. Hij wilde weer dat ik mevrouw Raaspiet ga heten. Hij wil gewoon de draad weer oppakken. Maar er is ondertussen wel het een en ander gebeurd. Heb ik allemaal hierin opgeschreven. Wat ga je er nou mee doen? Zit er toch nog een roman in, denk je? Oh, ik wou het eens bekijken. Om, embarrassing problem. To me it's embarrassing because I'm actually ashamed to be a Hollander. Because yes. You Americans who helped us through very difficult times these 5 years, you know, you must remember 1945. Yes. Vietnam. And you came, no, yes, yeah, and the Marshall help, and you brought us back on our feet again. Blue. And blue. Now I found out that you bought a ruin. Oh, no, it's terrible. It's just what we wanted, Mr. Brueggemann. But there is a problem. Europe, Dickie, Europe. Come, madam. He's got some good ideas. Yes. For instance, yes. This stairs, who looks so very nice, and as well as the doors, and as well as all the wooden parts, are being invaded, by a bookworm. See? And that is crawling all over. This is the krakenkevers, not the bookworm. Not the woodworm. Now I'm off. Take out the stairs. Let's go. We should know. I am off. Yes. No. Yes, but I want to give you 1.2 million guilds. Fuck off, you Americans! We can fix that. We didn't want that door anyway. Het is nu echt voor ons hier voorbij. Nelly Smulders, ga je mee met Jaapie Raaspie? Dan kan jij er zo uitspringen en dan kan ik zo door naar Schiphol. Ja. Moet ik jou gaan uitleggen hoe je moet rijden naar Willeke? Laat mij nou! Kunnen we gaan nu? Nee. We hadden het niet moeten doen. We hadden ons huis nooit moeten verkopen. Waarom niet?
moeten het er ook nog wel even over hebben wie van ons de rols mag houden, weet je wel? Ik lijk me. Oh ja? Waarom? Ja. Waarom? Ja, nou dan verkopen we hem wel. Of we moeten een regeling treffen dat hij de ene dag bij jou en de andere dag bij mij is. Kunnen jullie de discussie uitstellen tot na Schiphol? Hey, ja, jongens. Godverdomme! Ik weet niet of dit nou iets voor de VPRO is, meneer Raaspiet. Oh, en wie weet dat dan wel? Onze directeur is er nu even niet. En die houdt ook niet echt van televisiedrama, heb ik wel eens ergens gelezen. Die houdt meer van documentaires, maar een beetje omroep. De enige die nu iets van zou kunnen maken is Wim T. Schippers. Oh, ja, en die is freelance. En ook die er wat in ziet. Probeer ik het geloof ik toch eerst nog maar liever ergens anders. Ja, doet u dat, meneer Raaspiet.